Welkom bij Lang Leven de Liefde. Een plek waar singles minimaal 24 uur gaan samenwonen en zelf beslissen of ze na die 24 uur willen blijven of vertrekken. Bij Sander en Janine is er veel lol, maar nog weinig kriebel. Weet je of je hier gaat slapen? Ik slaap wel boven de bank. Ja? Ja. Is het zeker? Ja. Ja, dat is wel lekker. Ik vind het even prettig. Jan en Anja zijn al veel verder in hun fantasie. Als je met z'n drieën seks zou hebben, een trio, dan is mijn ding met twee vrouwen. En jij, hoe zou jij dat vinden? Stel dat het gebeurt en je bent daar samen over eens, ja, dan denk ik wel dat het oké is. Zie je een toekomst in ons of niet? Ik krijg wel kriebels van je. Ik denk van nou, we kunnen best wel leuke dingen doen. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Sander Jansson en Janine hebben na hun eerste nacht besloten dat het bij hen misschien niet zozeer gaat om het vinden van een klik, maar van een juiste beat. Ja, deze is goed. Wat? Is dit goed dan of niet? Ja. Dus even helemaal uit je pan. Woe! Ik zie ons al staan hoor, samen. Bam. Is echt wel goed, ik vind het echt lachen dat jij hier van haar vind ik echt grappig. Hoezo? Omdat ik 50 ben? Hoezo? Ja, nee, dat vind ik echt. Ja, dat ging niet om discriminatie. Nee, het ging niet om jouw leeftijd. Gewoon om je. Ik wist niet dat dit ook jouw muziek was, zeg maar. Ja, dit is te gek. Jan en Anja weten al lang dat er muziek in dit avontuur zit. Hun hartjes bonken al 24 uur lang 140 beats per minuut. En natuurlijk gaan zij non-stop door met het feestje. Toch? Nou, kom op. Gaan we het verlengen of niet? Brand jij los of brand ik los? Of zeg je... Eén van die twee. Ik ben wel klaar met die muts. Ja, zal ik beginnen? Ja. Ik vind het heel leuk met je. Ja, we hebben hele leuke gesprekken met elkaar. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik vind je een hele positieve vrouw eigenlijk. Je zit precies mijn straatje, zeg maar, wat ik in een vrouw zoek. Dus daarom zou ik graag, als het aan mij ligt, ik zou nog graag 24 uur met jou willen verlengen. Ja, en als ik nou nee zeg? Ja, dan is het zo. Dan, maar ik zeg geen nee, hoor. Nee, maar dan nee, houdt het op, ja. Nee, ik zou je te plagen. Nee, want ik vind je gewoon een hartstikke leuke man. Nee, je hebt wel zo'n mooie sprankeling in je ogen. Je lacht wel grappig. Ja? Ja, je kan ook wel gewoon een pestkop zijn. Dat vind ik wel leuk. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het een leuk avontuur en helemaal met jou. Ja. Ja. Dus ja, dan kom je binnen en dan word ik wel warm van je, ja. Dat wel, ja. Leuk. Ja. Oké. Shit. Wat een mooie redding. Maar we zitten hier bijna 24 uur, hè, nu? Ja. Wat vond je er niet van? Ja, dat was even mijn vraag aan jou. Hoe, wat vind je? Hoe zit jij erin, zeg maar? Ik vind het wel heel gezellig. Ik was sowieso wel benieuwd van... Zou je nou in het dagelijks leven veel aandacht krijgen van vrouwen? Omdat je toch een soort BN'er bent. Ja, natuurlijk krijg ik aandacht. Alleen het gebeurt niet zo heel vaak dat ik gewoon met een vreemde 24 uur in een huis word gezet. Ja, want nu, ik wist natuurlijk niet wie er binnen zou komen. Nee. Dat is denk ik dan ook veel meer puurder. Want nu ben ik je echt aan het leren kennen zoals je bent als persoon. Ja. En dat vind ik gewoon heel tof. Dat vind ik echt wel tof ook aan dit programma. Ik vond het niet zo tof, maar nee, maar dat is wel, je hebt wel gelijk. Dat toch? Is wel, ja, tuurlijk. En nu ook net zo van, ja, stel dat je, weet ik veel, mij had aangesproken in de kroeg. Oh, sorry. Of wat dan ook. Wat had ik dan moeten zeggen? Hoi. Maar zou je me aanspreken in de kroeg, als je me zou zien? Nou, ik ben sowieso niet dat ik, denk van, nou, dat, ik vind jou heel leuk en ik ga meteen ik ga op je afstappen. Op je af. Nee, ik ben daar echt wel een beetje een... Ben je daar verlegen in? Er moet bij mij altijd een soort van aanleiding zijn, weet je? Of er moet iets gebeuren, dat ik zeg, tuurlijk, jeetje, nee, er moet wel een beetje dit. Oogcontact zijn. Ik vind niet dat altijd alle mannen
altijd maar op vrouwen moeten afstappen. Vrouwen vinden het wel leuk, of ik vind het persoonlijk wel heel erg leuk als iemand dat doet. Want als dat inderdaad dat toonballen, dan weet je, hé, is wel echt een vent. Maar als het op een gegeven moment iets te lang duurt, dan loop ik er gewoon zelf naartoe. En dan zeg ik, hé, hey, wie... Zeg je, hé, hey, wat duurt dat lang? Dat zou op zich... Dat is wel duurt cool. Te lang? Duurt ja, ik, denk dat je, ik denk dat vrouwen daarentegen veel meer maken dan de mannen. Weet je wel, hoe dan ook. Ik bedoel, kan ik je nu al zeggen dat ik een ongelooflijk leuke 22,5 uur heb gehad. Straks komt het moment dat je... Dat je, nou ja, dat je een soort met de billen bloot. Nou, niet met de billen bloot. Nou, maar dat je elkaar zegt wat je van elkaar vindt. Absoluut. Ik bedoel... Weet je, en daar wil ik ook dat je gewoon eerlijk bent in mij. Dat, het is, alles is oké. Okay. Dat is gewoon mooi als je er altijd gewoon open in ging. We waren altijd heel erg zenuwachtig. We wisten gewoon niet wat we konden verwachten. En uiteindelijk is het gewoon super gezellig geworden. Ja, maar je bent echt een heel mooi mens. Oh. En dat is dat staat buiten kijf. Nou, dat vind ik heel lief. En ik ben gewoon iemand die heel makkelijk praat, dus dan kijk ik een praten? Beetje... Nou, dat ken ik nou niet echt. Niet gemerkt. Niet normaal, hè. Jij kan echt heel goed praten. Echt waar. Hebben mensen dat wel eens tegen je gezegd? Ja, ik heb wel iemand nodig. Echt gewoon een vent die mij een beetje daarin kan temperen en ook dat tegengas kan geven. Oké, nu stil, sla die bal. Oké. Er is veel gezegd, maar nog weinig besloten. Dus het kan bij Sander en Janine nog alle kanten op. In het andere appartement is er eigenlijk geen seconde getwijfeld. Jan en Anja hebben overduidelijk voor elkaar gekozen. En willen zo snel mogelijk dat hun thuisfront kan meegenieten van dit geluk. De vriendinnen van Anja zijn als eerste aan de beurt. Ja, we hebben bezoek. Oh jee. Oh, echt, wat leuk. Ja. Oh my god. Ja. Dat is Gea. Gea? Ja, mag je hand geven? Nee, mag niet. Nee, dat is Edgar. Hoi, Edgar. Jan, die rijdt ook hetzelfde merk motor als wij. Wow. We hebben dezelfde hobby. Oké. Net zoals jullie. Nou, helemaal goed. De zegen van de vriendinnen is wel belangrijk, maar eigenlijk heeft Anja helemaal geen goedkeuring nodig. Haar toekomst staat wel vast. Eigenlijk voel ik het wel, eigenlijk weet ik het wel, dat wij gewoon samen doorgaan. Ja. Maar jij mag wel met jullie mee. Hij mag wel, hij mag hij zeker mag mee. Hij mag wel met ons mee. Ja, hij mag zeker mee. Ja. Top. Ja. Ik kan wel zo op jou aankijken. Oh, dan denk ik, oh, is echt... Ja, toch nog, hè? Komt op je pad als het goed is, zonder hè? Dat je er moeite voor gedaan hebt, hè? Oh, ja. Ja, nou, ik heb zelf niet gezocht en ik was al zover dat ik dacht van, laat hem maar bij. Ik heb het hartstikke goed. Het moet alleen echt een toevoeging zijn, maar hij maakt me gewoon blij. Hij maakt mij gewoon echt blij. Ja, dat zie ik aan je. Ja. Het luidje klopt al aardig. Ja. Het is leuk, het is goed. Ja. Als we ook alweer mazzel hebben. Ja. Het gevoel zit goed in ieder geval, om het zo maar te zeggen. En ik zei ook dat, ik kijk niet meer naar de verpakking, weet je wel. Ik kijk meer naar de inhoud, zeg maar, naar het innerlijke. Natuurlijk, het gezicht wil ook wat natuurlijk. En een beetje een goede leeftijd, hè, heb ik ook gezegd. Hè. Ik wil een beetje een vrouw van mijn leeftijd hebben. Ja. Weet je wel, ik wil wel, als ik straks met pensioen ga, dat ik samen... Dat vind ik altijd leuk, dat ik samen leuke dingen ga doen. Ja. Dat hele plaatje valt eigenlijk... goed eigenlijk. Ja. Nee, ik ben heel blij met leuk. Ik ben heel blij leuk, met je. Ja. Leuk om te horen. Top wijf. 24 uur is best wel voorbij gevlogen, vind ik. Eerlijk gezegd. Ja, hè? Wil je dat ik ga vertellen? Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ja, wat je ervaring van wat je van mij vindt. Ja. Oké. Okay. Wat ik al zeg, ik vind die 24 uur... ten eerste vind ik het heel goed gematcht. Weet je? Want ik vind het heel leuk. Ik kan goed met jou. Ik merk dat we raakvlakken hebben. Ik merk ook zeg maar, in jouw doen en laten en in je verhalen... dat je ook wel heel erg op zoek bent zeg maar, echt wel naar... er moet echt wel een kerel, er moet echt iets gebeuren. Maar ik snap ook dat je op een gegeven moment denkt van... ja, nou, nu wordt het er klaar voor. Dus wat er ook gebeurt, er moet gewoon nu een vent zo. Nou ja, niet of alles dat... op alles, nee, hè? Nee, maar dat is misschien gechargeerd. Dat is wel een beetje overdreven, maar daarvoor doe je ook mee aan zo'n experiment. 100%. Want anders, als ik er maar zeg van, nou, ik weet niet eens of ik er open voor sta... dan had ik hier nooit aan meegedaan. Nee, dat is ook zo. Het is denk ik dat je op een gegeven moment gewoon wel de behoefte hebt om te settelen. Maar het is absoluut niet zo dat ik helemaal desperate op zoek ben naar mannen. Dat het nu nou, heel goed. Maar goed, je bent gemotiveerd, laat ik dat zeggen. En dat is mooi. Nou, maar dat is mooi om te zien. Ja. Mooi. Oké, okay, okay. Ja. Ja. Ik ben op zoek eigenlijk naar een maatje, een soulmate... Een iemand die...
Ik heb dat meegemaakt en ik doe het eigenlijk niet minder dan daarvoor, snap je? Ja. Dan mis ik eigenlijk net even die ene sparkle. Je bent een hele sterke vrouw, weet je wel. Je straalt, je hebt een man iets te bieden. En dat vind ik heel mooi. Ja, mooi. Maar dat neemt niet weg dat ik heel blij ben dat ik met jou hier 24 uur heb mogen zitten. Nou, dat vind ik in ieder geval heel leuk om te horen. Ja. Dus, dat is het. Ja, nee, ik snap het, weet je. Nou, ik ben blij dat je gewoon heel open en eerlijk over je gevoel, weet je. En dat is sowieso belangrijk. En wat ik ook tegen je zei, alles is oké. Tuurlijk, kijk, ik heb ook lang getwijfeld. Toen jij vertelde, zeg maar, dat je 50 bent en ik ben 33... dan is dat even psychisch, even van wow. Ik heb nog nooit een man van 50 gedate, weet je. Ik had het gewoon jongens van mijn eigen leeftijd. Dus dan is dat wel even een stukje waar ik denk van, nou, poeh, dat is gewoon iets wat in je hoofd zit. En dan, dus op papier, is dat lezersverschil gewoon groot. Maar als ik dus dan met jou ben en gewoon klets en doen en wat voor lol we allemaal hebben gehad, dan vergeet ik die lezers echt compleet. Dan weet ik gewoon, dan denk ik, oh ja. En daardoor had ik wel het idee van, nou, ik zou wel verder willen onderzoeken of daar dan wel die vonk dan over kan springen of die spark, weet je. Ja. En dat is voor mij dan, daar heb ik soms gewoon meer tijd voor nodig. Ja. En ik kan ook niet zeggen nu na 24 uur of jij relatiemateriaal bent of niet, of dat ik dat zou voelen. Of ik weet ook zeker dat als je een man tegenkomt die helemaal gek van je is, dat vuurwerk is. Ja, dat vuurwerk is. Want ja, dat is echt wel. Ja. En dat gun ik jou ook. Mm. En dat is eigenlijk ook gewoon. Ja. Voor minder doe ik het ook niet. Weet je, ik wil ook gewoon echt een man die dat ziet. Ja. En dan weet ik zeker dat er gewoon nog iemand is ergens buiten die dat. En dat komt echt. Precies, en dat komt, ja. Weet je, het komt, dus take it easy. Dus, jij gaat je koffer pakken dan. Ik ga mijn koffer pakken. Nogmaals, thanks. Ja. En het komt echt wel goed met jou. Weet ik ook. Mwah. Dag lieverd. Dankjewel. Bye bye. Dankjewel, Sander. Doeg. Doeg. Door het vertrek van Sander Jansson en Janine stond er heel even een appartement leeg. Maar dat wordt meteen gevuld met twee enthousiaste vrijgezellen. De 23-jarige Charlotte uit Utrecht komt hier voor het ultieme geluk. Ik ben sinds anderhalf jaar single, dus dat is al best wel een tijdje nu. En ja, ik mis nu gewoon weer het hebben van een relatie en gewoon leuke dingen doen met elkaar. En ook voor elkaar zijn, dat mis ik gewoon vooral heel erg. Oh, wauw. Dit is leuk. Ik merk gewoon dat ik toe ben aan iemand waarmee ik kan lachen, kan huilen, goede gesprekken kan hebben. Mijn ideale partner qua uiterlijk. Hij moet sowieso langer zijn dan dat ik ben. Vind ik sexy. Hij hoeft echt niet strak in pak, maar wel gewoon leuk eruit zien. Dus geen joggingpakken of voetbaltenues of weet ik veel wat. Ik zou heel graag een heel fijn, mooi gezin willen hebben. Het lijkt me fantastisch om kinderen te hebben. En dan met iemand waar je alles mee kan delen, waar het fijn voelt. Echt een mooi gezin. Mm-hmm. Oh, nou, het is wel goed gelukt. Is de 27-jarige Jim uit Krommenie de man waar Charlotte oud mee gaat worden? Hij werkt als chauffeur en is pas sinds een half jaar weer beschikbaar op de datingmarkt. Mijn enige serieuze relatie, wat dat betreft, die ik heb gehad, die heeft 10 jaar geduurd. Vanaf dat wij tieners dus waren, wat dat betreft. We zijn wezen samenwonen op een gegeven moment na het studeren. We hebben een koophuis gehad. Alles op en eraan. Alleen nadat we een aantal jaar samen hebben gewoond, merkten we wel dat onze doelen anders waren. Lieve onbekende match, wat fijn dat je er bent. Je zal wel denken, waar is ze nou? Ik wacht op je in de tuin. Ik ben heel erg benieuwd naar jou. Liefs. Puntje, 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 puntje. Waar zij veel carrière georiënteerder was, ben ik meer richting dat gezinsleven gegaan. Althans, dat doel voor ogen gehad. En dat matchte niet met elkaar. En dat was een groot, onoverkomelijk struikelblok, zeg maar. Dus daar hebben we een punt achter gezet. Als ik weet waar de deur is. Oh, hier naar beneden. Ik zat te kijken, joh. Ik ben helemaal geen onzekere jongen. Maar als je dan toch na 10 jaar opeens weer
op de markt komt, zoals je zegt, dan denk je wel van, ja, hoe lig ik eigenlijk in die markt? En ben ik wel leuk? Ik bedoel, ik vind mezelf wel heel leuk, maar wie vindt mij nog meer leuk? Dus dat is nog steeds zoeken. Natuurlijk wil het oog ook wat, maar wat zegt uiterlijk eigenlijk over iemand? Niet al te veel. Kijk, een haarkleur of een oogkleur of wat dan ook, dat maakt niet uit. Zoals etniciteit is mij een beetje om het even. Ik heb wel voorkeur, zeg maar, naar een... hoe zeg je dat? Een licht meisje. Tegelijkertijd waar ik vooral naar zoek is een soort mindset. Dat wil dus zeggen die ook dat toekomstdoel van een huisje, boompje, beestje. Goedemiddag. Hey, daar ben je. Jeetje. Goedemiddag. Het heeft even geduurd. Zo, nou, jeetje. Welkom. Hoi, nou, hoe gaan we dit doen? Nou, wat leuk dat je er bent. Jezus, ja, jij ook. Ja, wauw. Wat een avontuur. Ja, echt, zeg dat wel. Ja, ik dacht, ik neem de liefdeappels mee en hopelijk kunnen we samen mee naar buiten nemen. Ja, hetzelfde eigenlijk, ja. Nou, twee zielen, één gedachte. Ja. Nee, wat ik leuk. Dacht Roos de bloem van de liefde wat dat betreft. Dus, ja, nou, wat lief. Oh, nou, top. Ja, zullen we het maar ergens neerzetten? Ja, even lekker hier zo. Het is zo lekker weer buiten. Oh, fantastisch. Ik ken trouwens Charlotte. Ja, sorry, Jim. Hi. Jim, super. Oh, je hebt het meegenomen nog, zie ik? Of, ik heb het voor je meegenomen, ja. Lots of love. Ja. Lieve onbekende match. Wauw, hier zijn we dan. Wat spannend en wat stoer dat we samen dit avontuur aangaan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ook, enorm. Superleuk. En ik hoop dat we een hele fijne en gezellige tijd gaan hebben. Ik hoop jij ook. Liefs Charlotte, je match. Ja, superleuk. Ja, nou, ik heb er ook echt heel veel zin in. Ja. De vriendinnen van Anja hebben wel door dat Cubido flink raak heeft geschoten bij deze twee. En dat is hartstikke leuk en aardig, maar Jan moet zich wel beseffen dat hij niet alleen Anja mee naar huis neemt. Anja heeft een hele uitgebreide vriendenkring. Wat vind jij daarvan? Nee, dat heb ik niet. Ik ben altijd wel om nieuwe vrienden te ontmoeten, zeg maar. Okay. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden, ja. Maar je vindt ook oké dat Anja gewoon af en toe wel dingen alleen nog wil doen? Kijk, ik heb het ook met dingen, weet je wel. Ik vind, je moet wel je eigen dingen kunnen blijven doen, natuurlijk. Weet je, want ik ga nog wel eens graag vissen. Nou, dan ben ik ook soms de hele dag weg, weet je wel. En ik werk onregelmatig, maar dat heb ik niet verteld. Ik rijp de bus. Oké. Ik vind het heel leuk om dingen samen te doen. Zo hoef ik niet als een hondje achter me aan te lopen. Nee, dat zou ik ook niet willen. Nee. Weet je wel. Gaat aan jou ook niet gebeuren, hoor. Ik vind het een hele leuke vrouw, dus ja, had ik gelijk al. Had ik gelijk al in het begin eigenlijk al, had ik dat al. Ja. Ik zei net, je kijkt naar iemand een gezicht, zeg maar. Ja, en dan het tweede wat ik dan kijk, dat is naar de kont en naar de lijf, zeg maar, weet je wel. Dat, het is mijn indruk. Ja. Ben geen borstenman of zo, ze hoeft niet zulke dingen te hebben. Dat hoeft, ik kijk meer naar het... Dat is mijn... Onderstel. Dat past allemaal in een straatje, dus ze hebben een lekker bekkie, dus... Jim en Charlotte hebben weinig tijd nodig om het samen gezellig te maken. Binnen nog geen 5 minuten voelen ze zich al helemaal op hun gemak. En voelt Charlotte zichzelf zo vrij om haar meteen een belangrijk verhaal te vertellen. Mijn vader werkte bij de marine. Ja. Nou, en op een gegeven moment kreeg hij een voorstel van hoe zou je het vinden om op Curaçao, om daar te zitten met je familie. Mag je je vrouw en je kinderen meenemen en dan zie je ze elke dag. Het waren echt mooie tijden. En gewoon weer terug omdat je vader gewoon terug moest, zeg maar, of zo, of richting Nederland? Nou ja, nou, die 5 jaar hield het dus op, dus moesten wij inderdaad weer terug naar Nederland. Ja, en toen helaas een jaar daarna is hij plotseling overleden. Ja, dat was echt een klap. Nee, maar dat is wel iets wat mij... Nee, dankjewel. Het is inmiddels nu 6 jaar geleden. Dus kijk, ik heb erover nagedacht. Hey, ga ik dit meteen vertellen? Maar het is wel iets wat je moet weten van mij. Hè? Stel, het zou serieus worden tussen ons. Ik apprecieer het echt enorm. Want dat laat wel echt zien dat je er heel serieus in staat. Ja, dat je zo open en eerlijk erover bent. Ja, ik heb eigenlijk alles op de rit. Alleen nog een leuke vent. Zo, superleuk. Ja. Want dat kan Jos, hè? Een dikkere zegen kan Jan niet krijgen. Hij heeft groen licht om door te gaan met Anja. En dat is maar goed ook, want hij is bijna niet meer te houden. Is deze pure passie nog wel te beteugelen met een romantisch diner op de agenda? Is dat wat? Je ziet er heerlijk uit, meid. Heb jij de tafel al gedekt? Alles klaar, lieverd. Alles klaargezet. Wat geweldig. Nou, je ziet er lekker uit. Ik word er verlegen van. Ja. Oké. Is het eten er ook al? Alles klaar. Nou, kom. Wat zit er?
dat je zo leuk en lief bent. Ja. Wat lief. Dank je wel. Nou. Nou, proost, hè? Ja. Op ons? Toch op ons. Te goed aflopen, ja, hè? Zeker. Proost. We gaan elkaar nog wel een keer zien, toch? Gaan we toch vanuit? Ja, toch? Ja. Niet ja, toch? Ja. Ja, nou, dat is nou een... Iets... Dat wil ik ja, horen. Toch? Ja, toch? Ja, ja. Ja, zulke ja. Uitdrukking heb ik wel. En dat komt dan wel eens verkeerd over. Ja, dan bedoel nee, ik maar ja, weet ja, je waarom toch? Ik dat dan ook zo zeg? Je wil gewoon niet weer gekwetst worden. Ik wil dat ook niet, maar het... ik ben daar ook helemaal niet bang voor met jou. Nee. En ik hoop dat jij dat gevoel heel gauw laat gaan. Dat je er bang voor bent. Het is helemaal oké. Okay. Ik hoop echt dat wij over 20 jaar kunnen zeggen van... Weet je nog, oudje? Weet je nog, Serieus, hè? Dat zou wel een leuke zijn, toch? De eerste uren van Jim en Charlotte zijn zo natuurlijk voorbijgevlogen... dat het bijna voelt alsof deze date nu al niet meer stuk kan. Maar lekker kletsen is natuurlijk wel iets anders dan wederzijdse aantrekkingskracht. En dat punt kan Charlotte alleen bespreken met haar thuisrond. Hallo? Hey, Mar, met mij. Hey. Hey, lieverd. Hey. Ik dacht, ik bel je even. Komt het uit? Ja, het komt uit. Ja, oh, top. Ja, ik, nou ja, het klikt goed. Het is supergezellig. Nou, ik had dan een klein stukje over papa verteld. Daar reageerde hij ook echt heel positief op. Dat is het allemaal niet. Maar het is gewoon, ik weet niet, die aantrekkingskracht die is er nog niet. En ik weet dus niet of die gaat komen als je hem nu niet voelt. En weet je. Hey, Roger, hoe is het? Yo, lekker met jou? Ja, nou ja, je hoort het. Goed. Man, het is echt, ik weet niet, het is echt te gek, man. Het klikt echt goed. Echt leuk. Yo, wij hebben voor elkaar al langer besloten van nou, maak je geen zorgen. Die volgende zitten er sowieso alvast aan en dan zien we het allemaal weer verder. Ja, dat is wel heel prettig. Als mijn gevoel zo blijft, dan ja, ga ik morgen denk ik wel naar huis. Moet mezelf niet voor de gek houden. Ja. Ja, vanavond moet ik dan met het avondeten er wel over hebben. Want stel, ik ga morgen weg. Ja, dan komt dat anders ook ineens zo out of the blue. Dan denkt hij ook van, huh, ik snap er niks van. Dus dat hè, moet dan wel voorbereid komen. Morgen ligt Jim's lot in de handen van Charlotte's vriendinnen. Ik ben gespannen. Ik ook, hoor. Ja? We kunnen wel echt mijn mening beïnvloeden. Dat vind ik gewoon heel eng. Oh god. Wat er ook gebeurt, even goede vrienden. Ja, ja. Hey, hi.